Deze beschouwing, die gaat over de seksuele mens. <laughs> ik, ik heb er al eerder uh, beschouwingen of uitzendingen, uh, preken, wat je het ook noemt, over gehouden. En die heb ik weggegooid. Uh, het moet er toch een keer van komen, vind ik hoor. Er zijn nogal wat mensen die zich bezighouden met seks. En ik prijs mezelf gelukkig dat als ik nu, en dat heb ik al een tijdje hoor, als ik kijk naar een vrouw, dan, en dan kan ik me wel voorstellen dat ik daar seks mee heb. Maar dan denk ik gelijk aan wat het eigenlijk is. Dat je dus daadwerkelijk seks hebt met zo iemand. En dan ga je er bovenop liggen. Of je ligt op je rug en zij zit bovenop jou. Of... Ja. Nou, we hebben al die dingen. Daar ga ik het nou niet over hebben. Maar als je daar meer van wil weten... Er is een hele goede website en die heet... Kan je zo vinden? Moet je... Moet je een computer hebben. En dan typ je als adres. Het is niet echt een adres hoor. Maar dan typ je drie letters in. S E X en doe je enter. En dan moet je even verder kijken. Mm -hmm. <laughs> en dan weer het zelf, Dan kan je alles zien van de manieren waarop mensen seks hebben. En ja. Oh, is het nou mijn leeftijd? Dat denk ik wel. En het is ook dat ik, achteraf dan, hè, als ik dan kijk naar mijn seksleven of zo, hoe je het maar wil noemen, zo, met hoe ik er tegenaan keek, het was nooit zo, uh, zeg, dat, dat ik het zo erg uh, moest of zo. Ik weet nu wel dat in die dagen dat de overheid dan hier in Nederland uh, zoiets uh, had van ja elke dag moet je drie glazen melk drinken. Joris Driepinter was het dan hè? En twee keer in de week moet je seks. En toen ik dacht voor twee keer in de week, man gaat er weg. Ja, dat vind ik dus veel. Ik zal nu een boekje open doen, maar één keer in de week dat vind ik prima. En als je een beetje zware week hebt gehad met wat tegenvallers. En ja, dan kom je op vrijdag naar huis. En denk je: jeetje, wat een kutweek. En ja, je ziet al op naar maandag. En dan moet je dit gaan doen, dan moet je dat gaan doen. Want het is een puinhoop geworden de afgelopen week. En de komende week, dat ziet er echt niet beter uit. En nou, dan heb ik helemaal geen zin in seks. Ja, maar het is alweer uh, meer dan een week geleden ja dat is dan pech voor jou of zo. Ik heb wel van die vriendinnen gehad hoor die zeiden ja we hebben de hele tijd geen seks meer gehad. Ja. terwijl ik vond het altijd wel lekker hoor. dus uh, vind echt ik, ik, ik hou wel van mijn lichamen aanraken ja. en zo. Of vrouwen dan hè. Een man geef ik een hand of een schouderklopje of uh, weet ik veel. Schouder tegen schouder. Van kom op jongen. Ja. We moeten wat lachen of zo. Dat is een goede mop, man. Maar dan dat aanraken en dan lekker. Uh, ja, dat is wel tof. Maar heb je ook met een voetenmassage, by the way. Maar dat vind ik ook seks. Sexy, ben ik dat. Om een voetenmassage te geven aan een vrouw dan. Hè? En ik kan het goed. En ik vind het ook lekker om een voetenmassage te krijgen van een vrouw. Niet van een man met van die... Uh, nee, dat, dat, dat hoef ik niet. Meer, nee. Maar een vrouw wel. Hmm. Smullen. En nu dan, ja, dat is echt maar die, die pure seks met die penetratie en al die toestanden. En ik, ja, wat is het eigenlijk? Hè? Ik weet nog dat toen mijn kind net geboren was. en het kreeg de borst. dat de borsten van hè, de moeder dan. dat ja, in mijn ogen waren dat de. Zie je, dat had iets te maken met de voeding. Uh, voor de baby. Dus voor mij was het uh, dat je daarvan afbleef. Of als je eraan gaat zitten met je handen, dat je van tevoren je handen goed gaat wassen. Want ja, je bent de hele dag druk bezig, ook met je handen. En je raakt van alles aan. En, uh... ja, en, en, en dan komt dat op zo'n borst van een vrouw. En even later gaat die baby. Ja, er zal allemaal viezigheid op zitten, snap je? En dan heb je al gelijk geen zin meer. Dus ik dan heb ik helemaal geen zin meer om die borsten te gaan. Uh, mm. Toen denk ik: nee, daar moet je vanaf blijven, want dan moet de baby straks. Hebben. Ik weet dat ik dat vertelde aan een jongere vriend van mij. En die keek me met hele grote ogen aan. En die zei: Wat verschrikkelijk. Dat je er zo over denkt. Hij was helemaal into seks, hè? Aardig, twintig jaar jonger dan ik. En inderdaad hoor, toen die baby uh, groter werd en uh, die ging vastvoedsel doen en zo, dan ja, toen zijn we weer begonnen. Dat was met name omdat ik nog een kind wilde. En toen ze uit de luiers was en het een beetje rustiger werd en ze ging goed slapen, toen dacht ik oké. Okay. Ja. Maar dan heb je seks uh, met een doel. Hè? Seks voor kinderen. Niet... Seks, dat is dus me heel erg kwalijk genomen dat ik dat gezegd had. Van, ja, ik ben voor seks voor kinderen. Daar ben ik ook voor. dus als je seks hebt, dat je dat hebt voor kinderen. Niet, en, die, en die mensen dachten dus, of die ene persoon dacht dat ik het... Weet ik veel, dat ik een seksvoorstelling wilde houden op het toneel... dat kinderen mogen kijken of zo. Of seks voor kinderen, net als kinderen voor kinderen... met zo'n liedje van op en om woont Eiland. Nee, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde seks, zodat je kinderen krijgt. Ik hou van kinderen. Ik vind kinderen ontzettend leuk. Dus als je het hebt over positieve dingen aan seks, uh, kinderen. Daar krijg je kinderen van. Kinderen zijn zo leuk, joh. En de enige manier om aan kinderen te komen, dat is toch vanwege de seks. Dat is zonder seks geen kinderen. Hoor ik gelijk als iemand zegt: ja, maar je kan ook kunstmatig laten insemineren. Ja, maar hoe gaat een man nou uh, zijn sperma aanleveren? Ga je dat dan operatief verwijderen of zo? Nee, dan gaat die man toch even uh, ja, de handjive doen. Met een pornoboekje erbij. Zie, nou, dan ga je alweer. Ja, zonder pornoboekjes en een, een handjive heb je geen sperma en dus ook geen kinderen. Dus er moet iets van seks bij zijn en dan heb je de mogelijkheid tot een kind. Dus ik ben helemaal voor. seks. Ik ben er prima. En wat ik raar vind, is dat de overheid zich daarmee bezighoudt. Ik vind dat, nou, als er nog één ding ik vind van veel dingen, dat de overheid zich er helemaal niet mee bezig moet houden. Zoals onderwijs bijvoorbeeld, want dat kunnen ze helemaal niet. En seks, daar vind ik ook zoiets van, waar bemoei je je mee? En dan wil ik niet zeggen dat er. Er is nog net geen ministerie van seks. Ah, ze doen er wel aan, hè? Maar campagne, Zie je de gemeente? Gemeente Arnhem. Die hebben een stoplicht uh, omgedingest tot uh, LGBTQ-oversteekplaats. En zij zeggen: Ja, maar wat, wat Piri, wat vertel je me? Nou, is dat ik weg? Ja, dat is echt waar. Ze hebben die uh, normale, officieel toegestaande zebradstrepen, zebra-strepen. Hebben ze vervangen door een soort regenboog en die is overlangs geschilderd. En dan die verkeerslichten die dan aangeven of de voetgangers mogen gaan lopen of dat ze moeten stilstaan. Uh, daar zitten nu uh, aparte patroontjes in. En aan de ene kant wordt er de indruk gewekt dat het gaat om twee mannen die elkaar de hand uh, vasthouden. En dan uh, netjes hand in hand staan te wachten. En dan gaan die mannetjes, als het dan op groen is, dan gaan die mannetjes uh, hand in hand lopen. En aan de andere kant uh, twee vrouwtjes die hand in hand staan te wachten. Tenminste, dan moet je dan denken. Dat het twee vrouwtjes zijn. En want het enige wat het verschil is tussen die twee poppetjes. is dat die ene twee poppetjes die hebben geen rokjes. En uh, die andere twee poppetjes die hebben allebei een rokje. Ja, dat zegt tegenwoordig geen donder. Met al die lesbo's op straat die lopen ook allemaal zonder rokje hoor. Mijn dochter is het ook alweer. Uh, ik weet niet hoe lang geleden. dat ik haar in een rokje heb gezien, en ook eens dus een kort rokje. Hebben die poppetjes dan aan. Van die korte rokjes. Dus als ze dan bukken. dan kan je daar bilspleten zien of zo. En, en, en die twee vrouwtjes staan dan hand in hand te wachten. En als het dan op groen springt. dan zie je diezelfde twee vrouwtjes. Uh, hand in hand lopen. <laughs> en dat is de gemeente Arnhem. Wat denk je dat het gekost heeft? 30.000 euro? Misschien wel meer. 30.000 euro, 40.000 euro. om een voetgangersoversteekplaats. Uh, LGBTQRISVW uh, vriendelijk te maken. Ja, wij mogen de LGBTB-dingels niet vergeten. En dan vooral iedere keer als wij stilstaan bij het voetgangersoversteekplaats gebeuren, dat we dan denken aan de LGBT. Dit is betaald van uw belastingcentrum... Door de gemeente Arnhem. Ik zou zeggen, de gemeenteambtenaar uh, die dit uh, als een handtekening heeft gezet. Uh, vastnemen en dan een van zijn nieren eruit snijden. En die verkopen we aan de Chinezen. En van de opbrengst gaan we lekker uit eten met z'n allen. Dit was een, grapje, was een grapje. Natuurlijk verkoop je dat niet aan de Chinezen. Dan kan je in Amerika veel meer geld voor krijgen. Dat ja, is toch belachelijk. Dat nee, gaat op weg. Wat heeft de overheid nou te maken met seks? Als er iets is hè, dat je van de overheid uh, echt mag verwachten, is dat ze misdrijven. Uh, ten punt één in beeld brengen: van uh, wie of waar uh, heeft een misdrijf gepleegd. Zo in, ieder geval in eerste instantie beginnen met een aangifte. En, uh, nou, uh, Waar ging het om en zo? Dat je weet wat er gebeurd is. En dan komt er een politiedossier dat ze op onderzoek uitgaan. En dan uiteindelijk krijg je een veroordeling door de rechter. Nou, dat willen we graag uh, gedaan hebben. En wat is in Nederland een misdrijf? Nou, het hebben van seks met minderjarigen is een misdrijf. Ook als de secretaris-generaal van Justitie dat doet. Hé. Nee, daar gaat de Nederlandse overheid. Oh, dat is de secretaris-generaal van justitie. Uh, ja, uh, trouwens, Gerard, Gerard, ik, oh Gerard, hier, hier, ja hier, ja, uh, Gerard, wil jij nog thee? En daar gebeurt niks aan. En dan hebben we het dus over seks, hè? Huh? En dan gaat het om een secretaris-generaal van justitie, de goede man heet Joris Demmink. Onthoud die naam, want die is nog niet gearresteerd. En het is zielig als je allebei zijn nieren verkoopt. Want dan is die man dood. En dat hoeft hij van mij ook niet. Maar dat is er ook zo een. Die mag je van mij op de lijst zetten voor lichaamstransplantatie. Als iedereen die wat nodig heeft. Ja, nou, Joris Demming kan wel wat missen. Dat is een grapje natuurlijk. Ik weet niet of je dat soort grappen mag maken. Ja. In een land waarin je als secretaris-generaal van Justitie seks mag hebben met minderjarigen. dat ook nog openlijk publiekelijk toegeven. en op de radio laat voorlezen. nee, wat zeg ik? De TV laat voorlezen. een persbericht uit laat vaardigen door Hilversum. dat mag allemaal. Nou, dan denk ik dat je ook wel een grapje mag maken erover, of niet? Dat de secretaris-generaal van Justitie laat toegeven via de Hilversumse omroepen. dat hij de wet heeft overtreden en dat hij er fluitend mee wegwandelt. Hoeveel tenen heeft hij eigenlijk? Heeft hij al die tenen wel nodig? Wat doet een teen op de Chinese tenenmarkt? En in China gebeurt het trouwens. Hè, de, uh, mensen die daar in de gevangenis belanden, die worden uh, ja, onvrijwillig, dus uh, zijn ze orgaandonor. en wij doen zaken met China. In 2010 was het in Vaticaanstad uh, legaal om als uh, volwassene seks te hebben met mensen vanaf 12 jaar. Zegt het toonaangevende Duitse blad Die Welt. Kan je nog steeds vinden op internet. By the way. Dus uh, Die Welt heeft dat niet uh, teruggenomen. 12 jaar en nou, hoor. Helemaal legaal om seks te hebben met zo iemand. In de Nederlandse wet is dat verboden en ik zou ook heel fijn vinden dat we in het kader daarvan, dat wij in de Tweede Kamer afspreken, dat wij de diplomatieke betrekkingen, handelsbetrekkingen, alle betrekkingen verbreken met landen. Eh, dat we misschien een uitzondering, maken, uitzondering maken voor uh, landen die zeggen, nou je mag seks hebben als volwassene met iemand van 15 jaar en ouder. Dat wij dan zeggen als Nederland, nou oké okay, dan. Als je dan komt met een plan om het op te schroeven naar 16 jaar op termijn, dan verbreken we de diplomatieke betrekkingen en de handelsbetrekkingen niet. Wat zeg je daarvan? He? En dan maar geen handel met Thailand. Ja, jammer. De Thaise ambassade, hoppakee, opzodemitteren. De Nederlandse ambassade in Thailand, in Bangkok, hup, terughalen. Scheelt een hoop geld. En het geeft een duidelijk signaal naar de wereld hoe wij Nederlanders denken over seks. En in dit geval uh, over seks en misdrijf. Maar wij doen geen zaken, wij doen geen diplomatieke betrekkingen met mensen die crimineel zijn. Dus ook niets met mensen die crimineel zijn op dat gebied. Punt. En als er dan landen zijn die daar heel grote problemen mee hebben, nou, dan mogen die landen dan de, de, de diplomatieke betrekkingen met Nederland verbreken. vinden we ook niet erg. Want wat, wat heb je ermee te maken met mensen die uh, seks doen met minderjarigen? Ga er weg. Punt. Uh, dus als de overheid zich druk zou willen maken over seks, uh, doe dat dan niet door uh, LGBTQR-dingen uh, over uh, oversteekplaatsen in Arnhem te maken op kosten van de Arnhemse gemeente, belastingbetaler. Maar doe wat dan iemand als Joris Demink? Hij heeft de wet overtreden, hij heeft dat publiekelijk toegegeven op de Nederlandse tv. Dus, uh, niet, hij heeft het niet zelf gezegd, maar hij heeft het laten voorlezen. Onze advocaat heeft tegen Joris Demming gezegd: van, ah, dit gaat voorgelezen worden op het NOS-journaal van vanavond. En, uh, zegt nou maar ja, want anders dan, uh, dan wil ik het ook eventjes niet meer. Maar als je dit laat voorlezen, dan, uh, dan kom je er waarschijnlijk wel mee weg. En toen heeft Joris Demming gezegd: van, Nou, meneer de advocaat, ik vertrouw u wel. Uh, ja, en trouwens, wil je nog thee? Gaan we vanavond nog naar de gay bar of wat? Heb je geen tijd? Moet je naar je nieuwe vriend? Joris Demmek is een reetritter, namelijk. Dat is ook zoiets. Heel, als je het hebt over seks, dan heb je tegenwoordig onmiddellijk over reetridders en lesbo's. Ja, hou er weer, man. Hou toch op, mag ik zeggen. Ga toch weg. Ja, dat slaat er helemaal nergens op. Het slaat al nergens op dat de overheid het over seks heeft. Kijk, dat ik het erover heb, dat is wat anders. Ik ben een burger. Maar de over... als, ik, als ik overheid zou zijn, dan zou ik het er niet over hebben. Ja, als ik overheid zou zijn, dan zou ik het inderdaad over hebben dat seks. Uh, als een volwassene seks heeft met een minderjarige, dat dat strafbaar is. Uh, dat dat niet mag. Punt. En als er dan uitzonderingsgevallen zijn. van. Uh, ja, er is een jongen van 14 en die is helemaal verliefd. en die wil zijn lichaam geven aan een man van 83. en die man van 83 zegt: ja, Joris, ik durf niet. Want uh, we hebben tegenwoordig een premier van Nederland en die heet Perry Winkel. En die handhaaft de wet. En straks word ik dan gearresteerd. En die jongen helemaal in tranen. Nou, dan schrijft je maar. Dan begint je een petitie. Dan gaat die jongeling, die gaat gewoon langs de deuren en die zegt, nou ik wil heel graag seks met die man van 83 en uh, Perry die is tegenwoordig van de handhaving op dit terrein en die oudere man die durft niet met mij seks te hebben. En als jij nou je handtekening zet, dan ga ik ontheffing aanvragen bij het politiebureau. Hoeveel handtekeningen krijgt een kleine kind? Nou, nul natuurlijk. Ja, ah, die oudere kerel die zet zijn handtekening. En zijn andere uh, pedoseksuele vriendjes ook. Maar normale mensen. Als er een jongetje van 13 zegt: ik wil ze graag seks met een 87-jarige man, dan denk je, jongen ga buiten spelen. Vraag aan je moeder een vishengel en ga karpers vangen. <tus> Jonge mensen moeten geen seks hebben met volwassenen, punt. En waar was het ook weer om? Seks is voor de voortplanting en meer niet. En wat doet onze overheid? Die doet alsof seks overal goed voor is. Seks voor dit, seks voor dat, seks voor zus. Nou, ja, uh... daar hebben ze echt... Wat was laatst op de, de, de tv? Ik ga helemaal stotteren. Uh, de een of andere mokkel van een jaar of twintig uh, had een seksprogramma op tv... Hij heet, uh, wat is het ook weer? Tentseks. Hoe moet je seks hebben? Op de camping. <laughs> het is op de nationale tv. Ah, oh, wat erg. Ja, het zal je dochter maar zijn, man. Wat, wat is het nou voor een onderwerp voor op de TV te doen? Heel redelijk. Ik, ik vind toch dat Hilversum uh, gesloten moet worden. En dan zou ik dan. Uh, ik zou wachten totdat iedereen binnen is. Want ik ken Hilversum, ik ben er heel vaak geweest. Dan uh, moet je wachten tot iedereen binnen is. Een uh, nou, kwart over negen of zo hè. Dus iedereen wel binnen. Half tien is iedereen binnen. En dan zetten we het af. En iedereen die dan nog naar binnen wil. dan zeggen we: Hoezo wil jij naar binnen? Uh, ja Eventueel, ja, eventu ja, die ga je even zeggen: van ja, je mag wel naar binnen, maar uh, waarvoor kom je eigenlijk? Hè? En mensen die dan blij te kennen geven dat ze van plan zijn om uh, op tv te komen of eraan mee te werken of zo. Dus niet een postbesteller of zo. Hè? Tegen die postbesteller zeg je van nou: uh, het is dicht. Niemand zo, oh, ik heb wel een pakketje. Ja, je: laat maar achter. Ja. niemand iemand anders die komt toiletten schoonmaken en zegt: ja, we, we zijn dicht. Je hoofd. Ja, maar de toiletten daar bij de NPS, die zijn echt heel vies. Ja, dat maakt niet uit. We zijn dicht dus gesloten. Iedereen die er komt voor zijn werk om daar de boel voor te liggen, die laten we naar binnen. En dan zal je merken dat uh, na de lunch of zo dan wil de eerste die wil naar buiten. En dat kan dan niet. Zo. Ja, klaar. En dan het leger erbij. En dan op het... Er zat toch een hek om het hele terrein heen? Dus er komt niemand uit man. Dan maken we een, uh, het leger. Dat is dan, uh, ik zou zeggen, milities van uh, militairen, ex-militairen... ...die uh, zich stevig belazerd voelen, want ze hebben gediend in Libië en in Syrië en... en, en Irak en Afghanistan en Libanon en ik weet niet waar ze allemaal gezeten hebben. Overal zijn ze zwaar belazerd teruggekomen. Ja, die jongens moet je hebben. En dan zeg je van nou, we moeten de jokers die het Nederlandse volk hebben voorgelogen over uh, de oorlogen onder andere, hè, dat gaat natuurlijk ook over seks, hè, uh, die mogen niet ontsnappen. En als ze toch dreigen te ontsnappen, dan moet je ze doodschieten. Als het niet anders kan, je moet ze eerst proberen te vangen en terugdonderen over het hek. En dan bellen we het rode. Kruis, nou, ook het rode kruis komt natuurlijk langs. Ja, die kan zo maar niet. Wie geeft die mensen te eten? Nou, dan mag het rode kruis mag er binnen. Of naar binnen. Nee, het Rode Kruis mag een container dumpen met uh, toiletpapier en uh, werkelijk veel voedselransoenen ofzo. Het moet afgelopen zijn dat de overheid zich maar moeit met seks. Dat is helemaal haar taak niet. Ze hebben de wet te handhaven. En als in de wet staat dat je geen seks mag hebben met minderjarigen, dan moet dat gehandhaafd worden. Ook als het gaat om de secretaris-generaal van Justitie. Punt. Om maar eventjes een beerput open te trekken. Want Joris Demmek is lekker met pensioen gegaan en die zit heerlijk te genieten van ik weet niet hoeveel duizend euro netto in de maand. Ergens op Ibiza ofzo, die pizza of zo. Waar hij doorgaat met zijn vieze, vuige praktijken. En voor de rest moet de overheid zich uh, 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 bezighouden met uh, uh, wat algemene administratieve dingen. En gemeentes moeten erop toezien dat niet iedereen zomaar aan het bouwen slaat en dat er iets is met bouwvergunningen. Nou, heb eens een beetje gehad, hoor. En hou op met het seks gebeuren. En wij persoonlijk, hè, wij de burgers. Wij moeten ons nog eens even gaan afvragen waar wij mee bezig zijn geweest. Was die seks nou zo belangrijk? Ooit? Ik ken iemand en die vertelde mij. Die had een nieuwe. vlam. En die werkte in het onderwijs. In primair onderwijs, dus met kleine kinderen. Hij zegt ja, en aan het einde van de dag, hij heeft ook een baan. En, uh, dan gaat zij allemaal vertellen dat uh, Joris uh, is uh, ja, bijgekomen met uh, taal. En uh, ja, Pietje heeft nog een beetje last met rekenen. Hij zei, ik vind dat een uh, geoude hoer, man. Ik vind het ongelooflijk saai. Maar zei hij, ik laat er altijd lekker kletsen. En ik denk, vanavond, als we in bed liggen. Dan uh, we hebben we lekker seks. Uh, ik vind het een hele aardige gozer. Het is ook geen kritiek die ik nu heb. Ik vind wel dat hij gevaarlijk bezig is. Die verhaal van hem, die heb ik gezien. Dat is echt een brunette. Ja, Alles zit erop en eraan, hoor. Ziet er echt uitstekend uit. Niet te dik, niet te, niet te mager. Uh, oh, en dan kleedt ze zich heel uh, fatsoenlijk. Dat is een, ja. En ze heeft een IQ van 140 of zo, ook dat nog. zo, ze is niet dom. En ik weet dat. Ja, kijk, die, uh, die vrouwelijke schoonheid. Uh, uh, die gaat eraf. Punt. Ze hebben nou een kind of twee kinderen. Oei, 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 oei. Kijk, en dan is seks is een. Het ja, is, is, is geen breed fundament. Nou, ik gun het die jongen, zolang ik hem ken. Uh... Ja, hij was ook die jongen die er dus helemaal verschrikt tegen mij zei. Uh, toen ik hem vertelde dat borsten van mij uh, niet langer dingen waren om seksueel van uh, te gaan dromen of zo. Maar dat, dat, uh, uh, ja, dat je daar vanaf blijft, want anders wordt het vies en, en, en dan krijgt het kind straks uh, een of zo. En dat wil je dan niet. Oeh, oeh, oeh. En dan moet ik erbij vertellen, ik was dan door hem uitgenodigd om te komen op tweede kerstdag bij zijn familie. Had hij nog nooit gedaan en ik kende hem al bijna twintig jaar. Wat zeg ik? Ja, bijna twintig jaar. Ja, dat klopt. Ja. Bijna twintig jaar kende ik hem al. En nee, dan kwam hij daar mee. Dat had ik wat een maf idee. En ik dacht gelijk, daar zit wat achter hè. dat is, dat is uh, even goed opletten. En ik kreeg ook in de gaten hoe het in elkaar zat. Dus ik heb zijn zus even te kakken gezet. En volgens mij was dat de opdracht. Iedereen moest heel hard lachen. Ja. Ik mooi zo. Wat een zus heeft hij zich. Oh, oh, oh. Wat een luidruchtig persoontje is dat ze. Dus ik was een soort bliksemafleider. Maar ik moest hem uit de wind houden. Dat heb ik dus gedaan. Anders had hij de bok geweest. En nu ging die zus ging los op mij. Volslagen onterecht. En ja. Hahaha, ha, 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 ha. iedereen lachen. Dat had ik gedaan. Ik heb die zus niet afgezeken. Nee, dat heeft een jongen zoals ik niet nodig. Anyway, uh, ik kom daar en hij was er natuurlijk al. En ik had cadeautjes meegenomen voor iedereen. Wel simpele dingen hoor. Niks. Maar voor iedereen wat meegenomen. Vind ik wel leuk. Ik had er geen geld aan uitgegeven, maar ik had voor iedereen wat meegenomen. Ook voor zijn vrouw. En het was een heel gedoe met op tijd weer naar huis te gaan. En, zo. en dat vond ik ook wel prettig. En dan kon ik, in die tijd dronk ik nog. ja, ah, die wil ik wel lekker om aan het eind van de dag nog even te gaan suipen. In mijn Ikea-bed. Ik zou op tijd thuis zijn. En dan had hij zo'n hele planning gemaakt, van ja, en dan om, o, en dan om weet ik, half zeven, dan breng ik, jou naar, ik breng jou naar het station. Ja, hij had me ook opgehaald van het station, ja. Dan breng ik jou terug naar het station, en dan ga ik naar huis met uh, de moeder en één, twee kinderen of zo. Hij heeft ook nog kinderen uit een andere huwelijk, die moesten ook mee of zoiets. Ik zei, dat is goed joh. En toen om zes uur of zo, dus we moesten nog toetje eten en alles. En begon die vrouw begon moeilijk te doen en, en die wilde al weg. Ik dat niet meer. En toen moest hij dus, die moeder, waar hij dan iedere dag seks mee had, die moest hij dan naar het station brengen, terwijl het toetje nog moest komen. En dan ging zij met de trein, met uh, één of twee van die koters, die kleintjes, haar kinderen dan. En dan kwam hij weer terug om dan een toetje te eten. Nou, ik lust geen toetje, maar uh, daar lusten ze geen rode wijn of zo. Dus ik lekker aan die rode wijn denken. Ik, ik dronk nog in die tijd. En ik lekker aan die rode wijn, ik vond alles best. En in de tuin nog een checkje gerookt met zijn moeder. Niet dat die moeder rookt, maar die liep even mee de tuin in. Want die zei, ik zal je de tuin laten zien. Was wel leuk. Ik check je roken. ook al. Belt zij op. Je, ja, uh, dat was op een of ander station. Uh, nog helemaal niet op de plek waar ze naartoe moest. En zei, ja, de, de, de trein, de, de, die reed niet verder dan hier. Ja. ja, die meneer twee problemen. Punt 1... Hij moest onder het eten, want dat toetje was er niet. Moet hij eerst haar naar het station brengen. En dan gaat zij op de trein. En dan staat ze vervolgens vast op station uh, Buitenpost of zo. Ik zeg maar wat, hè. En uh, hij moet aan mij naar het station brengen. Dat was afgesproken. En dan moet hij zijn andere kinderen ophalen. En dan moet hij dus niet in één keer naar huis rijden. Nee, dan moet hij langs het treinstation om haar alsnog... Oh, jeetje, man. Ja, kijk, de seks was wel goed. Dat mag ik aannemen? Ik neem aan dat hij niet iedere dag seks heeft met een vrouw waarvan hij denkt van, hé, hey, ik ga het helemaal niet lekker. Dat was dan wel goed. Maar de rest. Ten meer, hij was met mij aan het oude horen ja, Wij spijken elkaar ook niet vaak. En dan, hey, hoe gaat het met jou en zo? Dat is wel interessant, want hij komt bij de Bilderberggroep. groep Bilderberg-Junior dan, hè? Ja, hij komt weer de Bilderberggroep en ja, dan wil ik toch weten, van, Waar uh, ja. gaan we het over hebben en zo. En hij was uitgenodigd voor dat komende jaar. En het onderwerp was Franciscus. Dat vond ik echt heel interessant. Ik denk, oh, de paus dus. Zie je wel? Ik was razend nieuwsgierig. En dan staat zij op en duwt hem de baby in handen en zegt van, ga jij eens even de luier verschonen. En denkt erom dat ik het goed doe of zoiets. En ik shit de fuck. En dan kan de seks dan heel goed zijn, maar wat heb je dan, een man? En die vrouw. Uh, ja, die, die zag er geweldig uit in die dagen. Maar die wordt ook ieder jaar een beetje ouder, hoor. En dan krijg je uiteindelijk zo'n vrouw. en die, uh, die moet dan schoorvoetend toegeven dat ze de haar aan het verven is. Want er zitten al grijze plukken in. Ja. Dan lig je s'avonds in bed met een vrouw met geverfd haar. Gadverdamme. Ja, ik heb het over seks, dat is toch wel goed, hè? Dat... Ik was in Café de Wacht. Het wordt smullen voor jullie, hè? Ik was in Café de Wacht. In de tijd dat ik nog dronk. En ik zit aan die grote ronde tafel, ga ook een keer naar café de wacht. Wa waarom haal ik dat iedere keer aan? Nou, dat is dat jullie dat ook niet hier moeten doen. Dan ga je daar zitten mijmeren van: goh, hier heeft de beroemde periwinkel een menige jenever achterover geslagen. Dan ga je kijken wat voor een geweldige. Het is een best een hele mooie tent. Niet groot, lekker klein, lekker knus. En leuk. Nou, heb je daar een grote ronde tafel, dat dus zie je gelijk als je daar komt. Ze hebben ook een kleine ronde, ze hebben twee kleine ronde tafels en nog twee vierkante tafels. Maar dan heb je die grote ronde tafel, als je er bent, weet je gelijk waar ik het over heb. Daar zat ik. Uh, naast mij zat een man en die had hem al behoorlijk zitten. En die begon mij te vertellen dat hij een carrière had gehad in de gemeenteraad van Arnhem. En dat hij een pasje had gekregen voor zijn bewezen diensten van de gemeenteraad van Arnhem bij zijn pensioen. En dat pasje gaf hem het recht op taxivervoer naar het bejaardentehuis en vroeger dan naar zijn woonhuis of zo. Maar hij hoefde dus niet te betalen voor een taxi. Dat was helemaal gecoverd, want hij had zo lang diensten bewezen voor de gemeente Arnhem. Dus ze we vonden wel een cadeautje waard. Dus hij zei: Kijk, ik hoef niet naar huis te lopen. Ik hoef ook geen taxi te bellen, want ik heb dit kaartje. En er zat een nummer op en dan word ik opgehaald. Door een taxi, maar die kost me niks. Zo oh, is handig. Nou, zei hij: Ik neem nog een Jenever. Nou, dus wij samen Jenevers drinken. Ah, hij we dronken, man. Ja, ik natuurlijk gaandeweg ook. Uh, nou, ik word niet zo snel dronken, maar uh, na drie, vier jeneverse... Uh, dan denk ik, goh, hmm, lekker zeg, dat spul. En dan begrepen, begon hij begon erover, hoor. En dan zei hij tegen mij, ja, zei hij, ik zit in de bejaarden thuis. Hè. Ik zeg, oh, dat is interessant. Ja, zei hij. En uh, pijpen, dat is orale seks, hè. Pijpen, dat is een tientje. Ik zeg, oh, dat is niet duur. Oh, die man kijkt en zei, nee... Ik krijg een tientje. Ik zei: Wat vertel je me nou? Ja, zei hij. Die. Die, die vrouw in de bejaarden thuis, die zijn zo geil als wat, man. En ik heb ze dus, uh, gezegd: Van nou, ik heb er helemaal geen simmer in. En, uh, nee, ik wil helemaal niet dat je me pijpt. En uh, die vrouwen zeiden: Van ja maar als ik je nou een tientje geef? Nou, die man, dit is, dit is wat die man me heeft verteld. Of het echt waar is, dat weet ik niet. ...geloof me dan maar, dit heeft die man verteld aan mij. En dat is echt waar. Nou, zei hij, ik laat me pijpen voor een tientje. Ja, dat is dan, uh, dat is dan het seksleven in het bejaardentehuis. Dat je ofwel... ...dat je je echt laat pijpen voor een tientje door zo'n grijze mus... ...of dat jij je dagen doorbrengt met het dronken in de kroeg te zitten... en dat soort verhalen gaat vertellen aan Peri Winkel. Een van beide is waar, namelijk. En dat je het verhaal hebt verteld, dat is zonder meer waar. Maar hè, wat we dus niet weten, is dat het enige wat waar is. Dat andere kan ook waar zijn, toch? Ja, het gaat om de waarheid, ook als je het hebt over seks. Ja, goed onderwerp eigenlijk, man. En ook over seks toen ik eh, een jaar of twintig was, had ik zo'n vriendenclub en die, trouwens, die, die heb ik nog steeds. Inmiddels is er drie daarvan die zijn dood, dus ja, die zitten niet meer in de club. En ja, dat was die vriendenclub die had een harde kern. En van de harde kern is er eentje dood. En dan had je zo'n zo, zo dingetje eromheen. En daar zijn er twee van dood. Zo is het eigenlijk. Ja. En de rest leeft nog. En die ken ik ook nog. Niet dat ik ze elke dag spreek. Ja. Nou, toen zaten we altijd bij elkaar. Man. En hele belangrijke dingen. Zoals: uh, ja, er was uh, veel te veel bier in het vat. En uh, ja, dat kan niet langer. En. Uh, en iedereen, ja, uh, ah, dat was uh, Giro 555, want een glas bier kostte 75 gulden centen. Ja, zo kan het ook, hè. Dat was een vereniging namelijk, en, een, een vereniging zonder winsthoogmerk. En iedereen achter de bar was uh, vrijwilliger, namelijk behoorlijk willig. <laughs> want achter de bar mocht je gratis drinken. Jeetje, wat hadden we daar een goed huishoudelijk reglement. Zeg. Ik zat ook in het bestuur. Hè? Dus, uh, ik heb erop toegezien dat er een behoorlijk huishoudelijk reglement was. Bijvoorbeeld geen sluitingstijd. Echt niet. Als iemand uh, bardienst draaide, dan gold uh, de regel uh, minimaal tot twaalf uur bardienst draaien. Huh? En dan mocht je naar huis als uh, uh, bardienst draaien en dan zou het dicht gaan. Huh? En als er iemand anders was. Dus iemand zit aan de ene kant van de bar. En dan moet je betalen. Namelijk 75 gulden cent voor een glas bier. En dan staat er één iemand op en die zegt: Oké, okay, dan ga ik wat tappen. En dan gaat de boel niet dicht. Tuurlijk niet. En als er niemand zin heeft om te tappen. Ja, dan moet de tent maar dicht. Maar geen sluitingstijd. De tent gaat dicht als er niemand meer wil tappen. En dan gaan we dicht. Ik ben ook een keer s'morgens vroeg binnengekomen om mijn spullen te halen. dingen want Er was ook een soort gemeenschapsruimte daar. En ik dacht dat ik alleen was. En dan hoor ik gestommel achter de bar. En dan komt er iemand overeind. En die zei: oh, goeiemorgen. Ik zei, waar kom jij vandaan? Hij zei, dit is een beetje laat geworden. Hij had dus getapt. Hè? En hij zei, ik was zo moe. Ik dacht, ik ga even liggen. <laughs> ik was achter de bar in slaap gevallen. Op de grond. Op de harde grond. Ja, die was zo dronken geworden, die, uh... ja goed, oké okay, ja, dus nou, uh... nou ik denk dat ik maar uh... naar boven ga. Er was een gebouwtje onderaan de flat, de studentenflat, het heette beneden, nou allemaal gesloopt, maakt niet uit toch? Dingen gaan voorbij, hoor. Maar we zaten daar dan in de tijd dat het nog niet voorbij was, we hadden we het heel regelmatig over seks. En dan allemaal anekdotes, hè? Oh, 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 gelachen, man. Ook één keer dat was dan diegene die is dus nou, die is dit jaar overleden. Die kwam dus uh, naar beneden, dus, uh, letterlijk naar beneden en dan kwam dus dat barretje in. En hij behoorde dat de harde kerel, en kwam bij ons eraan zitten. Hij ah, gewoon zo'n enorme zucht. En eh, nou, dan wij, dan nou, moet je dan een biertje of zo. Ja, het is toch maar 75 gulden cent. Moet je nagaan, dat is 30 eurocenten. Een biertje voor hem. Oh, zei hij, ik heb zulke slechte seks gehad. En hij zo wat? Ja, zei hij. Want hij is zo'n vriendin, later ging het uit. zo'n vriendin. En die houdt er helemaal niet van. Hè? Gewoon helemaal niks. Ze heeft niks met seks. En hij vond haar wel aardig en la la la, ze zijn een leuke vakantie geweest en zo. Maar ze houdt helemaal niets van seks. Ze zegt er helemaal niks. Nou, hij had dus, uh, hij was dan, ja, ik wil seks, ik wil seks. Had zij gezegd, nou, uh, het is goed, maar ik wil tv kijken. Want dan had hij gezegd, nou weet je wat, dan combineren we dat. Want zij had, was op haar kamer en zij had de tv uh, bij het voeteneinde staan van het bed. Dan hebben ze seks gehad? Nou, zei die vent, dat doe ik echt nooit meer. Je kan hem net zo goed stoppen in een rol toiletpapier. En wij allemaal lachen. En later kreeg die man een, uh, een kennis aan een vrouw. En ja, dat is hem wel. Dat is, uh, dat is zijn vrouw geworden. Die hadden, ja, die hadden seks. Nou, volle tevredenheid, volgens mij. Dus het kan wel. Dus. Ik was nog bij de, de uitvaart van hem. En zij oh, was heel verdrietig. Ik ook trouwens. Ik vond het heel erg dat hij dat was. Ik mis hem nog. En zij helemaal, natuurlijk. Maar seks is leuk om het ja, als mensen onderling erover te hebben. En ja, dat we het erover ha hadden, ja, dat was in die tijd dat we twintig waren. Maar daarna niet meer. Niet meer, niet belangrijk. Het is ook niet alles. Het is leuk om te doen. En ja, je leven is toch echt iets anders? Je moet geld verdienen. Of, of ja, je, heb, je moet op zoek naar een leuke hobby. Of je moet een oude hobby weer oppikken. Of ja, je moet kinderen willen. Of, dat, dat is je leven. En ja, je seks. Ja, is dat je leven? Kijk, zo'n LGBTQ, RSUVW of zo. Die hebben het heel hele tijd, ja, seks, 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 seks. En ik denk, ja, punt 1 die mensen, die hebben geen normale seks. Een normale seks is seks waarbij je kinderen kan krijgen. Daar is het allemaal om begonnen, dat is seks. En al dat andere gedoe, ja, ik zou zeggen, dat is gezamenlijk masturberen. Dat kan je rekenen onder seks, maar ja, dat is niet normaal. Ja, maar dat moeten we accepteren. Nou ja, ik accepteer dat het niet normaal is. En er zijn wel meer mensen die niet normaal zijn. Ik ken iemand en die zit vanaf zijn geboorte zit in een rolstoel of zo. Nou, niet dat hij een baby was, maar... ...ja, toen de andere mensen gingen lopen, kreeg hij een rolstoel. En die zit nog steeds in een rolstoel. Nou, hij kan hartstikke goed suipen en blowen. En ik kan ongelooflijk met hem lachen. En ook hij vindt het niet normaal dat hij niet kan lopen. En dat hij een rolstoel nodig heeft. En uh, verder surt hij daar niet over. Nou, hij heeft best wel een goede rolstoel, maar het is niet normaal. En iedere keer als hij uh, moest pissen. Ik ben de hele tijd niet meer in die kroeg geweest. Want ja, ik ben gestopt met drinken. Maar. Iedere keer als hij moest pissen, dan, dan zaten we in een groepje meestal te kletsen en dan vroeg hij aan een van het groepje, van, kan je even helpen? Maar nou, hij moest er een van de stoepjes opgetild worden. Noem dat een treetje of zo. Niet zoveel werk hoor, dat gaat om Het gaat met het schietcafé in Arnhem, dat is niet echt een rolstoel onvriendelijk, zo erg is het niet. Maar hij kan niet zelfstandig naar de plek komen. Iemand moet even achter hem staan en woep. Deraf is geen probleem, maar erop, dat is het probleem. Ja, dat is niet normaal. Ik heb het wel volledig geaccepteerd. Ik heb zelfs een keer tegen hem gezegd van... ...hé, hey, dit is al de tweede keer dat je hem vraagt. Dan kan ik het soms niet goed. Ik kan het toch ook. Even hem een liftje geven. Even, even liften, maar... De volgende keer mag ik weer hoor. Ja, anders lijkt het net alsof ik het niet kan. Ja, hij is wel lachen. <laughs> dan zeg ik, Als ik morgen weer moet pissen, dan zal ik jou vragen. Ik zei: Nou, dan zijn we nou je vrienden. Dan heb ik die glazen tegen elkaar. Uh, wat zullen we gaan doen? Zullen we wiet roken of hash? Nou, zei hij: Ik heb niet meer. Ze Nou, dan roken we dat altijd van mij op. Dan maak het uit. Maar het is niet normaal dat iemand in een rolstoel zit. En het is ook niet normaal dat iemand seks heeft met, uh, met iemand van hetzelfde geslacht. Daar is iets aan de hand. Het is afwijkend, punt. En dan weet ik dat er uh, geloofsgroeperingen zijn, uh, met name vanuit die, uh, die kameel, uh, gebeuren, jongens. Weet ik wel, Theo van Gogh die noemde ze geitenneukers of zo. En dan in dat geloof, dat mohammedanisme, dat ze het erover hebben... Van ja, iedereen die uh, ja, een vrouw die het met een vrouw doet... ...en een man die het met een man doet, uh, doodstraf of zo. Nou, dat zeg ik er helemaal niet. Ik vind het afwijkend, punt. Ik vind het niet normaal, dat vind ik het. Maar als, mensen zijn, als er mensen zijn die dat doen... Dat nou, moeten ze zelf weten. Daar heb ik echt niks mee te maken. Maar dat de gemeente Arnhem uh, een voetgangersoversteekplaats uh, speciaal voor hun gaat uh, schilderen en dan uh, de patroontjes in die uh, verkeerslichten vervangen, uh, dat vind ik belachelijk. Want zoiets kost geld. Geld voor wat? En zo dadelijk kost het nog meer geld, want dan moet het allemaal teruggebracht worden in de originele staat. En dan zijn er ook mensen. Dat stond ik in de krant en die maken dan uh, bekend dat ze reetridders zijn of zo. Hè? En die krijgen dan uh, last. Stond, stond in de krant. Mensen zijn bang om ervoor uit te komen dat ze zo zijn. Hoe het erg. En dan lees je even, en wat blijkt dan? Het merendeel van de mensen die kenbaar maken dat ze reetriddergevoelensdingen praktiserend zijn, die hebben last binnen de eigen familie. Dan denk je ja, wat heb ik er nou mee te maken? Kijk, In zo'n krantenkop wordt de indruk gewekt dat het gaat om mensen in de buurt en zo, en een homo-onvriendelijke buurt. Hey, het, het merendeel, 90% of zo. Dat hadden die, uh, die reetriddende jeugdfiguren. Uh, reetriddende jeugdfiguren. Uh, last binnen de eigen familie. Maar punt 1, denk ik dan als eerste. dat is geen westerse familie. Dat is niet uh, Hollands gedrag. Lijkt mij. Ja, als, je dat, als je dat flikt, als je geboren bent in een, in een protestants gezin, dan zeggen je ouders simpelweg van oké, okay, we willen je niet meer zien. Ze gaan maar ergens anders wonen. En trouwens, meestal woon je dan als zelfstandig. En die ouders zeggen dan, nou, je hoeft niet meer op een verjaardag te komen. We zijn klaar met je, je bent mislukt. En die, 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 die doen afstand van hun ouderschap. Dat is alles wat er gebeurt. Is het erg? Dan waarom? Die mensen gaan niet schelden of zo. Ze motten je gewoon niet. En dan kan ik me iets bij voorstellen. Ik, ik zou het ook uh, als mijn dochter thuis zou komen met: uh, Dit is Julia, mijn nieuwe partner. Zeg, uh, 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 kindje, kindje, heb ik daarvoor al, al die tijd je luiers verschoond? Heb je daarvoor leren lezen en leren rekenen en leren steppen en leren fietsen en leren zwemmen? Voor iemand met een seksuele afwijking? Waar heb je dat nou weer van opgelopen? Moet ik de oorzaak weer gaan zoeken bij die geesteszieke moeder van jou? Heeft de heren, heren mij niet genoeg gestraft? Nee, ik zou er helemaal moeilijk mee hebben. Dat is wel van onzin. Het is afwijkend. Uh, nou, mijn dochter heeft er geen last van hoor. Dat... Ja, je weet het niet. Ik heb haar uh, bijzonder onvriendelijk zien doen tegen haar eerste vriendje. Dat ik dacht, van, ik heb er nooit de gelegenheid toe gevonden... om dat er een keer bij haar nog in te wrijven dat ik dat niet pik als vader... En dat ik dat zijnde haar vriendje ook niet had gepikt. Dat je wel een beetje respectvol omgaat met mannen. En niet zo dus. dus. Ik heb wel tekenen gezien dat ik denk van ja, straks gaat mevrouw thuis komen met een nieuwe partner en het is Julia. Want het is namelijk geen man, want een man daar doen we alleen maar zeikerig tegen. En ja, mannen waar je de godkaste tijd loopt, eh, ik weet niet hoe ze het verder deed natuurlijk. Maar als het, dat soort dingen die ze deden in de keren dat ik erbij was, als je daar een gewoonte van maakt. dan word je gedumpt door kerels. Die pikken dat niet. Een beetje man die internet kan. Uh, die vindt zo'n website toestand en dan gaat het over MGTOW. Men going their own way, waarin gewaarschuwd wordt voor een bepaald percentage van de vrouwen, namelijk momenteel bijna 80%, 90%. En dat zijn ongelooflijke teven. Om dat vieze woord bitch niet te gebruiken. En die zeiken je af, en, en hebben een grote bek. En, en dan wordt er gezegd, als je zo iemand hebt, dat kan leuk zijn voor de seks, maar dumpen. I got 99 problems, but the bitch ain't one. Ja, en wat moeten die vrouwen dan? Ja, dan komen ze maar thuis met Julia. Ja. En wat is de, de oorzaak daarvan? Ja, dat je je niet gedraagt. Dat zal ik zeggen tegen mijn dochter. Ik heb het toch gezien? Ik ben, ben niet gek. Ik ben 40 jaar ouder dan zij. je? Denk ze wel niet. Maar zover is het niet. Maar ze heeft wel een vriendje afgelopen, zei ik, in mijn bijzijn. Hé. dat ben ik niet vergeten. En dat ik nog niet de tijd en de gelegenheid heb gevonden om dat met haar eens even te bespreken. Uh, nou, ja, Ik heb de hele tijd verschrikkelijk gesopen en dat helpt natuurlijk ook niet. Maar dat ik zoveel gesopen heb, een van de frustraties was dat gedrag van mijn dochter naar haar ongelooflijk fijne vriendje. Ik denk van ja, nu gaan we praten. Wat een fijne kerel was dat. En dan belde ik mijn dochter op voor uh, het een of het ander. Uh, was of het mobieltje lag bij een vriendin, of ze had het mobieltje gewoon niet bij zich. Of ze had het mobieltje bij zich, maar die was niet opgeladen. Of ze was de oplader kwijt. Of zo. Uh, kortom, of we namen gewoon niet op omdat we, we waren druk. Of zo. Kortom, ik was in die tijd was ik dan verantwoordelijk voor een deel van de logistiek. Met avondeten en dat soort dingen. En dan sta je mooi voor een dichte de deur te bellen. En toen had ze dat vriendje. Ideaal. Dan belde ik die joker op. Ik zei, hé, hey, uh, met Perry. Zei, zus en zo, dat en dat. Wat gaat er gebeuren vandaag? En hij zo, oh, 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 nou, zus en zo, blop, Ik zeg, oh. Wat Nou dat heeft mijn dochter helemaal, helemaal niet aan me doorgegeven. Oh, zei die wat vervelend. Wil je er even spreken? Ik zei: nee. Want hij was dan bij haar. Ik zei: zeg maar tegen haar dat ik er niet van gediend ben. Dat de volgende keer dat ze zo'n geniaal plan heeft, dat ze dat even netjes doorgeeft aan haar lieve vader. Die er hier thuis zit. Uh, ja, op haar te wachten is een groot woord. Maar ik verwachtte haar. Ik was klaar met werk en moest boodschappen doen. En ze zou gebeld hebben, en dat had ze dan niet gedaan. En die jongen dus, dat was een heel trauma. En hij was zelfs hij was zo beleefd dat ik tegen hem zei van echt, uh, homo. Uh, zo beleefd hoef je niet te zijn naar mij toe hoor. Dus, uh, u en zo, dat hoef je tegen mij niet te zeggen. Dat doe je maar tegen je opa, ja? Gewoon je en jij. En ik heet Perry, hè? En zo mag je me aanspreken. Ik ben niet een van je leeftijdsgenoten, dus je hoeft niet tegen mij te zeggen: hé, hey, klootzak, wil je nog een biertje. Dat doen mijn leeftijdsgenoten maar tegen mij. Hè? Je mag wel zeggen: hé, hey, Perry, nog een biertje. Tuurlijk mag dat. Relax, jongen. Hij, hij en ik, met twee handen op één buik. Hij heeft ze hem gedumpt. Ja, Toen kwam ze aanwandelen met een of andere clown. Ja, zo'n hele mooie jongen, die, die had zo'n model kunnen worden. En die zat dan op de kunstacademie. Nee, daar wilde hij naartoe. De kunstacademie. Dan denk ik, oh, nee. Terwijl die eerste vriend, die had ik aan hem gevraagd. Hè, wat wil jij gaan doen dan? Hij zei die elektrotechniek, dat lijkt me wel wat. En dan hbo-niveau. Dat lijkt me goed passen bij mij. Hmm, dacht ik. Dat levert poen op. Snap je? Kijk, zo moet je denken over een relatie tussen een man en een vrouw. En dat gaat niet om seks. Dat seks dat is leuk als het, als het leuk is. Maar in het leven, ja, je moet of, nou, het beste heb je natuurlijk een baan. Hè? Ik heb dan als baan dat ik ik heb mijn project om te programmeren. En daar ben ik nog lang, lang, lang niet meer klaar en ik ga vandaag nog meer, ik uh, ben alweer bezig geweest. Ongelooflijk leuk, uh, leuke fase bereikt in de ontwikkeling van het systeem, wel heel spannend. Ja. Uh, dat is dan mijn eigenlijke werk en daarnaast uh, ben ik dus ondersteuner in de gehandicaptenzorg. Ik ben aangenomen en dinsdag is mijn eerste werk -ochtend. Ik ga de komende tijd zoiets van 20 uur per week werken. Dan krijg ik poen binnen ik heb dan wel wat geld, maar het is altijd leuk dat er dan een vooruitzicht is op maandelijkse inkomsten. dus ik werk toch ook. Hè? nou je moet werken, je moet werk hebben wat je leuk vindt. en je moet een partner hebben die dan ofwel voor de kinderen zorgt, of goed voor het huishouden zorgt, of whatever. maar alleen het huishouden doen voor een persoon die werkt, dat is, dat is, dat is natuurlijk geen werk. Hè? maar als je kinderen hebt, nou kinderen zijn, uh, kost je wel wat uurtjes. Heb je iemand die zit lekker thuis met de kinderen, jij hebt een baan. Uh, ja, en dat is dan, dan heb je een bestaan. Hè? Of je werkt allebei en dan is het fijn als allebei uh, een leuke baan heeft. Allebei tevreden naar hun werk gaan en, uh, en niet de hele tijd poeh, ze well, so zo zwaar op mijn werk. Zo'n vrouw heb ik gehad jarenlang mee. Alle vrouwen eigenlijk waar ik dan lang mee, twee dan. Altijd over het werk. En ze waren zo moe. En deze had weer niet leuk gedaan. En die had weer niet aardig gedaan. En nou, zeggen in op deze manier. Me, me. En dat week in, week uit dat gezeur over het werk. Nee, dan word je knettergek, man, man. Kijk, en dat kan je niet repareren met seks. Het moet, je relatie tussen een man en een vrouw die moet in de basis kloppen. Daar beginnen we. In de omgang met elkaar. In de omgang met je baas en je banen. En dan zeg ik op zijn hamburgers heel vrolijk. Tjus. En dag lieve stelletjes.